Een hele goede middag, dames en heren. Op de kamer, over de PK-dienstje. Waarvan ik vandaag achter het stuur zou zitten. En dien misschien ook, we wisselen af en toe. En we gaan er gewoon een mooie dienst van maken. Stel je vragen gewoon lekker in de chat. En we proberen zoveel mogelijk te beantwoorden. Zo is het. Zo is het. Even kijken. Even kijken, hoeveel kijkers hebben we momenteel? Ja, ik heb niks openstaan. 21, dat is wel heel gaaf. Oké, let's go. Lekkere bus. Ja. Nou, dit is de overlevenbus. Hij heeft 4 wielen. Interessant. En hij rijdt, dat is wel fijn. Ja. Dat is wel cool. Dat is wel vet. We rijden nu momenteel in een nieuwe gebied. Een nieuwe gebied, hoe lang is dit gebied er nou eigenlijk al? Hey. Hoe lang is het er? Nog ineens een maand. Als je 1 tel hebt, ik moet even snel wat regelen. Ga je even lullen? 1 tel. Ja, ik zie dat we 21 kijkers hebben, dat is altijd wel lekker. In ieder geval welkom allemaal bij de stream. Als je wat vragen hebt, laat ze lekker achter. Solliciteren, dat gaat tegenwoordig niet meer zoals het vroeger ging, in mijn tijd. Tegenwoordig gaat dat, join de Discord en dan zorg je dat je een intakegesprek bijwoont. Verder, hoe is het met iedereen? Met mij gaat het goed. Dien is heel even weg. Dus, maar met hem gaat het ook wel goed vandaag. Ik zag trouwens even voordat we naar het havengebied toe rijden. Dat is wel geinig. Even kijken onder welk nummer we vandaag rijden. Onder de 01. Oké, top. Hoe is het met jou, Dien? Wordt er gevraagd. Nog steeds heel erg goed. Mooi. Jij hebt je ingemeld, toch? Ja, ik heb me ingemeld. Met het rode bolletje erbij. Dat is waar we om vroegen. Ja, top. Ondanks dat het nog niet duidelijk was, denk ik. Ampedum. Doen jullie ook een surveillance om een bepaalde tijd? In het weekend altijd een middag surveillance van 3:30 tot 4:30. En dan in de avond, elke avond van 6:30 tot 9:00, toch? Ja, van 6:30 tot 9:00 in de avond. En dan middag heb je ook nog middagservice. Ja, dat is alleen het weekend, toch? Ja. Of in tijdens vakantie doen we af en toe even zo'n vote. Met willen we middagservice. En dan een specifiek aantal. En dan als dat aantal wordt gehaald, dan komt er een middagservice. Ik wacht al een jaar, maar ik kan nog steeds niet in game. Je moet eerst solliciteren via de link in de bio. Daar kom je in de Discord terecht. Dan heb je automatisch de wachtend op intake rol. En kan je deelnemen aan een intake gesprek wanneer deze plaatsvindt. Gaat dat allemaal goed? Word je toegelaten in de groep en kan je meedoen aan de surveillance? Zo simpel is het. Nou, dit is onze haven. Kennen jullie wel van het filmpje Power Defender waarschijnlijk? Ja, dit zal wel wat langer. Ja. Ja, dit is natuurlijk een gebied wat door ons als Koninklijke Marechaussee veel wordt gesurveilleerd. En nou ja. Even kijken, op Tom moet ik eventjes mod geven. Tadaa. Gefixt! Oké, okay, als het goed zijn de burgers aan het inmelden. Sommigen zijn aan het rejoinen als het goed is. Prima. Kijk, misschien kan jij ze uitleg geven aan sommige gebouwen verdwijnen en dan ineens terugkomen. Ja. Nou ja, klopt dat sommige gebouwen ineens verwijderen en daarna ineens terugkomen. Dat heeft te maken met een bepaald script. Dat heet het chunk loader script, als ik het goed zeg. Mm-hmm. Nou, dat script zorgt eigenlijk in eerste instantie voor minder lag. Waardoor gebouwen verdwijnen als je er te ver vandaan bent. En ze komen weer terug als je weer dichterbij komt. Zo simpel is het eigenlijk. Het is een heel mooi schip wat een heleboel lag bespaart. Zie je, daar is weer een gebouw. En dan laat het gewoon weer in, zoals je ziet. Het ziet er alleen een beetje gek uit als je op een stukje afstand bent. Als je dichtbij bent, dan... Als je vliegt in de heli. Ja, of dat, ja. Ik kom zo ook, zegt Kevy. Leuk man.
Tot zo. Nou, hier hebben we het café. Huppel de café pup. Huppel de pup in geen schema. Ja, dat, ik wou dat echt zo wat zeggen, maar dat is wel echt een jaar niet meer zo. Hier links zit het tankstation. Ja, ook allemaal benaming heeft dat tankstation havengebied. Sorry hoor. Ja, hold ver. Daar staat Ensar in zijn golf. Waar? Daar, oh, ja. Op de parkeerplaats. Nou, rijden we nog even door naar ook een iets nieuwer gebied hier. Dat zie je de tunnel onderdoor. En dan komen we in, hoe heet het eigenlijk, dit gebied? Hé, hey, Dien? Ja. Hoe heet dit gebied? Zo, daar stel je een vraag. Nieuw Scheveningen. Als het goed is, heet dit Centrumplein. Dat noemen ze het hier. En dan ja. Centrumplein Flat District heb je daar. En dan dat andere heet... dat andere durf ik niet te zeggen. Want dat is altijd even zo'n zooitje. In het begin. Met nieuwe namen geven. Ja, je moet gewoon Nieuw Scheveningen noemen, joh. Dat kan ook, joh. Of Duindorp. Duindorp. Oh ja. Ik heb steeds het probleem dat als ik join, mijn muis en alles vastloopt. Heeft te maken dan waarschijnlijk dat je processor het even niet trekt of je videokaart. Ik weet niet of het probleem gelijk verholpen is als je dan ingeladen bent. Tenminste, ik had het probleem met mijn oude laptop vroeger ook. Ik moet even de stream restarten. Oh, we moeten de stream even. Dan zijn we er nu weer. Hop. Nou, zijn we weer, yo gasten. Even kijken, je hoort af en toe een piepje op de grond, maar dat op de achtergrond, maar dat is gewoon een stafding. De staf kijkt meestal mee in het GMS van de meldkamer, zodat ze kunnen op... Ja, hoe zeg je dat? Zodat ze van tevoren kunnen zien hoe en wat. En als OVD is dat ook handig, want kan je een beetje inschatten. Waar je bij nodig bent, et cetera. Ja. Als OVD mag je zelf ook af en toe een sprakenvraag doen en dan zeg je de 01 wilt graag meerijden op de incident 1 vanwege een gebouwband. Precies. Goed, zodra er een noodknop afgaat, dan hoor je dat ook wel, zeg maar. Moet je niet schrikken. Nee, dat... Maar dat zijn dan twee piepjes tegelijk, die best wel vervelend zijn. Nou, je hoort deze auto niet heel erg, hè? Nee, het is een diesel. Even kijken hoe het bij mij... Ja, bij de politie gaat het nog wel redelijk. Ja, Dien is vandaag vooral bezig met het gedeelte van de Kamar. Maar sinds er van, voor de politie eventjes geen leidinggevende is, ben ik daar eventjes het aanspreekpunt voor. Dus af en toe zal ik ineens weg zijn of... Iets gaan bekijken, et cetera. Yep. Dat heeft daarmee te maken. Okay, dan moeten we even verder rijden hier bij het tankstation. Tenminste, in ieder geval niet stoppen, want daar komt nu een melding binnen. Kijken. Vanaf welke rang mag je zelf gaan rijden bij de politie? Ik ben nu aspirant, volgens mij, maar moet ik naast iemand zitten? Ja. Ja, mag je alleen rijden. Vanaf agent mag je als het goed is alleen rijden. En vanaf surveillant wordt af en toe een uitzondering gemaakt. Dat verschilt dan heel erg per opkomst. En dan, hoe oud moet je ervoor zijn? Voor elke afdeling geldt sowieso een leeftijd van 13 jaar. Precies. Nou, hier hebben we... Heet dit nog steeds Dienswijk hier links? Ja, 100%. Dienswijk, ziekenhuis, is dit dan? En hoe verder, ziekenhuis, wijk. Kijk, hier zie je heel mooi dat chunkloader script wat er daar gebeurde. Ja. En let op, als we hier dan rechtdoor gaan, zie je straks het gebouw hier recht voor ons inladen, als het goed is. Als het goed of is. Of zitten we daar nog te ver van? Ja, we zijn er iets te ver vandaan. De KM 4101, kom eens uit voor OPS. 01, geef bericht over. Ja, u kunt prio
1 met toestemming en rijdt het naar tankstation Oude Brandweer. Er zou daar een persoon weg te zijn gereden zonder te betalen. Dit is te zien op de camerabeelden van de beveiliging. Het gaat om een witte Audi A6 met het kenteken 75 Delta November Golf Papa. Je is 01 aanrijden, het over. Ja, dat is genomen. Oké. Okay. Goed, dat zal ik dan ook wel even laten zien hoe dat eruit ziet. Zo ziet dat er dan uit. Hoe je binnenkrijgt. En dan zie je hier de eenheden van de Kamar die ingemeld staan. En dus hij rijdt hier die golf. Oh, serieus? Sleep je ons even naar Inzi? Ja, dat zal ik doen. Let's see. Als het goed is, blijft de burger een ander kanaal, wordt hij pas erbij gehaald zodra het nodig is. Doe ik even een sprake en vraag voor een extra eenheid. Wil je stop vooraan? Ja, ik wou me eerst voorgooien, maar hij rijdt nu toch door, dus ik gooi wel even stop voor inderdaad. Wil je checken of het kenteken overeenkomt? Ja, ZZ. Nee, dat is dan een verkeerde golf. Dat is volgens mij onze Camaro-collega die. Serieus? Ja, dat zou wel goed kunnen. Oh, signalement Audi A6 wit. Werd dat gezegd? Nee, werd een golf gezet. Maar ja, of ik heb het verkeerd begrepen. Ja, ik weet niet. Ik hield me vast aan jou eigenlijk. In welke richting is je op? Dat weet ik ook niet meer. Lekker voorbereid zijn we weer. Godverdomme. Oh, ik maak er wel voor een agent van. Oh, daar heb je al extra in. Ja, kamer 41-01, aanvraagspraak agent. Ja, positief. Witte Audi A6 of toch een golf? Het gaat om een witte Audi A6. Oké, vernomen. En dan extra eenheden neem ik aan dat die al aanrijdend zijn? Ja, best wel aanrijdend. Positief, er zijn nog 2 eenheden onderweg over. Oké, dank u wel. Ja, OPS uit. Even kijken. Ja, 01 aan de 07 dan. Geef recht. Jij staat waar? Of volgens ik mij... Ik sta een grote rotonde. Volgens mij was jij degene die we ik net ben al probeerden bij, aan te houden. We staan het aan. Zou best kunnen. Noins sitrep over. Nou ja, nog niet gevonden. Dat is de sitrep, helaas. Oh, is er iemand die hem al in zicht heeft? Negatief. Het staat om een witte Audi A6, hè? Yes. Voertuig gespot. Rijdt nu richting grote rotonde. Richting grote rotonde. Ja, onder. Jannek, ik doe... Ja, ik zit er voor over. Ik ga mijn voertuig aanzetten. Vanaf waar en welke richting? Ja, rijdt nu de wijk in. Welke wijk? Oude Brandweer daar. Oh, dat is hier rechts, Jannek. Ik dacht hier... Hier rechts was dat. Ja, prima. Lekker. Jezus, dit ding drift. Ja. Heb je nog zicht? Ik durf je blauwheid. Negatief. Richting op. Iemand nog zicht? Nee. Negatief. Positief gespot, kleine rotonde. We gaan nu richting 80 weg. 80 weg, oude brandhoofd. Positief. Ja, het onderhoofd. Staan rechts. Schneider richt rond de 70 busbaan. Richting grote rotonde. Crash. Is die gecrashed? Zie. Grote rotonde, ja, is tegen burgerauto aangecrashed. Is doorgereden tegen een boom aan. Jannek, ik stap wel even uit. Ja, gezien in zicht. Iets beter zetten. Ja, stap maar uit. Hallo. Dag meneer. Hallo, als... Je hoort mij? Ja, ik hoor je, maar ik heb wel last van mijn nek. Oké. Kom in ieder geval even uitstappen, dan gaan mijn collega je nek vasthouden, hè? Deze dichtgooien alsjeblieft, Leander. Ja. Ik doe even een urgent. En zoals jij zijn nek vasthoudt. Ja, ja. Vince, wil jij deze weg hier dichtgooien? Heel. Dank je. Navar. Gewoon
Ja, gewoon, gooi maar gewoon lekker dicht, helemaal. Allebei of één? Allebei. Meneer, E41, aanvraagspraakagent. Ja, als het goed is, persoon gekregen tegen een boom. Dus we zouden graag de brandweer willen voor het nakontrollen van een voertuig. En dan de ambu voor persoon heeft last van zijn nek. Zijn ze nog wel aanspreekbaar? Positief. Ik heb geen barriers. Sorry. En zijn de collega's gewond? Negatief. Negatief ook. Oké, de brandweer en de ambu worden gekoppeld. Dankjewel. OPS uit. Vince, wat is jouw naam, Inge? Oh, daar. Laat het Vince zijn. Reflectie aan doen, Mark. Ja, bedankt. Is er nog een ambu nodig voor die gast in die golf? In die golf? Eventjes check. Ja, die andere golf. Kom ik straks op terug. Ik weet niet waar Cooper zit. In welke... Oh, hij zit in 11 staan houden. Okay. Even kijken, gooi de hele weg maar dicht als je dat wil doen. 07, kom eens uit. De hele weg? Ja, de hele weg. Gewoon je bus helemaal schuin en dan. Ja, als je ja, niet dan even vanaf die Vito zetten. Ja, die andere gast heeft geen ambulance nodig, jongens. Ja, oké. Okay. Nee, geen? Nee, geen ambulance. Ja, klopt. Meneer, waar heeft u nog last van? Ja, alleen mijn nek. Oké, okay. Verder niks, hè? Nee, verder niks. Oké. Okay. Mijn wifi is een beetje kakkie aan het doen. Ja, mijn ook. En dat is nu gefixt. Was er nou ambu onderweg, jongens? Ja, positief. Top. Goed, dus is die gekoppeld. Waarom staat deze nou dicht hier? Die busbaan. Oh, hij heeft het zo gedaan. Oh, in CL, jongens. Wat? Nee, in CL is voor de Cooper. Dat... Ja. Sowieso is het, ja, oké. Okay. Dus nu alles is aanrijdend. 2 TS'en en een overdreven, dus ik weet niet wat dat... Mooi. Maar voor wie komt die brandweer nu dan door? Ja, voor de controle van het voertuig, maar er wordt heel veel opgeschaald ineens met HV-wegletsel. Enzo, mag ik jouw auto verplaatsen? Natuurlijk. Nu een aan de brandweer, je mag een stukje doorheen. Het is de witte Audi hier. Er kan 1 TS weer op een eindje hoor, jongens. Ja, in principe de OVD ook wel. Dat is geen beknelling. Nee, maar die wordt meegekoppeld en de OVD gaat ook niet rijden. Alleen nu een kom ze uit. Geen bericht. Waar is die verdachte? Is die bij jou of is dat deze? Ja, hij heeft last van zijn nek, dat is hier. Dat is die witte 110. Audi. 110. Die golf kan je met rust laten. 110. Dat is goed. Ja, Citra? Kan je bij de 01 vragen? Ik ga weer beschikbaar. Ah, 4101 Citra. Ja, ik sta hier, dus kom gezellig met mij lullen. Oh, daar ben jij. Hallo. Het groene hersen. Hij is tegen die boom aangereden als het goed is, dus wat je hoeft te doen is even kijken voor vloeistof of andere dingen. Prima, informeer ik even daarover. Over mij geluisterd, vraagteken. Negatief hoofd. Ja, 100, u mag cancel, is alleen voertuig veiligstellen over. Ja, ontvangen is voertuig veiligstellen, ik ga weer de retour passen over. Gaat om die zwarte golf, hè? Of? Nee, die witte Audi. Ah, witte Audi, prima. Die zwarte golf moet even volledig negeren. Ah, oké, prima. Oh. Als ik niet wil dat hij zo meteen weg wil bij mij. Kun je even naar de gast die hier staat? Dat moet je even doen. Die in INC 11. Ja. Jannik? Ja. Kom, INC 11. Burger.
Dag meneer, wat kan ik voor je doen? Ja, die is toch niet normaal, jongen. Rijdt zo om achterkant. KM 4118 aanvraag. Een staande houding, zie ik. Ja, was net een aanreding. Ik heb er ook al sprake en praat net voor gedaan. Ja, heeft u de assistentie benodigd? Nee, ik kom hier gewoon in. Oké, okay, heeft geen assistentie nodig. Dat is onbegrepen. Help je eens uit. Meneer, als u even meeloopt? Ja. Dan gaan we na de controle gaan we de schadeformulier invullen. Als u hier bij de auto wacht, heeft u ergens last van de nek, andere dingen. Nee, dat heb ik nou 5 keer gehoord van collega's. Ja, maar, goed, even zeker weten, snap je? Ja. Je kijkt dan hier gewoon de hele achterkant in gedeukt. Ja, dat. Uitlaat hangt er half af. U heeft er 2, dus in ieder geval dat is niet zo. Ja. Maar. Oh. Hij klinkt nu wel mooi, dat wel, maar. Als u hier even wacht, dan wachten we, want die meneer die heeft wel last van zijn nek. Ja, lekker voor hem. Moet je maar normaal gaan rijden. Oké. Kom ik zo bij je terug. Oké. Toch veilig stellen, dus ik kan jullie niet 1, 2, 3 een sit-trap geven. Moet je bij de 4101 zijn voor een sit-trap van de patiënt. Hallo. Morgen. Nou, die staat net voor je neus. Hij heeft alleen last van zijn nek, wordt er gezegd. En hij staat daar. Bij die witte auto. Alleen last van zijn nek. Oké. Nou gaan wij daar even controle houden. Zijn nek vast. Nee, Ambi, wil jullie assistentie voor mij of kan ik retour? Ja, mag van mij part retour. Prima, dan ga ik retour. Is goed. Goeiedag, meneer. Hallo. Wat is er gebeurd? Ja, ik crashte zeg maar. Niet al te hard tegen deze boom aan. En toen had ik best wel veel last van mijn nek. Nee, is goed. Oké. Okay. Heb jij dan echt last van je nek of heb je licht? Ja. Nou, ik heb wel last van mijn nek, ja. De brandweer wilde langs. Oh, excuus. Die weet jij met hoeveel hij tegen die boom is gegaan? Nee, dat weet misschien eens. Die ging 30-40. 30-40, oké. Okay. Nou meneer, doen we van zijn nek krijgen om, dan gaan we even naar de ambulance lopen, oké? Okay? Ja. Nee, is goed. Nee. Zo. Mooi. Oké, mag je meelopen, meneer? Ja. Loopt ze mee naar de gele bus. Mijn collega zit voor jou daar. Die gaat je behandelen. Oké. Hallo. En vindt nog één uit? Komt uit? Geen bericht. Waar we nog met die man doen die nu in de ambu zit? Nou, dan is hij sowieso aangehouden voor dat tanken zonder betalen en artikel 5. Mooi. Even kijken, we hebben arrestantenvervoer in dienst als het goed is. Ja. Dus als hij niet vervoerd hoeft te worden, dan doe ik even een spraak aan weg. Ambu? Tom? Oh. Ja. Dus even aan het kijken, hoort zo naar van ons. Joe. Even kijken, dan. KM 4101, aanvraag spraak. Positief, kunt u de 04 koppelen voor het arrestantenvervoer? Ja, positief, de 04 wordt gekoppeld. Dank u wel. Ja, op je is uit. Hey Dean, ik kan afkoppelen. Ja, dat wou ik net zeggen. Ik ga even kijken, mensen die kunnen afkoppelen. Voor was ook niet nodig. Nee, ik vind het niet. 30 of 40 en alleen nekknacht. Is het wel goed zo. Weet nog één, kunnen we afkoppelen? 2 voor de 41 nog één. Geen bericht. Ja, deze gaat mee naar het ziekenhuis voor CWK. Oké, nou dan laat ik de 04 afkoppelen. Doe ik even spraken vragen weer. En dan moeten we nog ergens mee helpen, Dien. Wij gaan vervoeren naar Bronenveld. Ja, als jij eens een witte Audi A6 achter het politiebureau zet. Of meerijdt erachteraan naar het ziekenhuis. Ja, Rick. Bellen, denk. Ik ga even die pionnen dan weghalen. Wacht, Jannie, kun je mij een pionnen weghalen? Waar staan die? Hier, bij de Vito-bus. Jo, is goed. Dan Rick. Dien, mag Rick even dan mijn busje verzetten? Ja, is goed. Rick, pak mijn T6 maar en dan ga je achter mij aan. Busbaan, die nu oprijden. Ja, hij rijdt ook nog gewoon eens op de busbaan, hè? Dag meneer. Ja, dat is soms ook. Er gaat iets mis met de auto. Maar
Ja, dat moet je even negeren. Dat is zo'n leuke bug. Maar, over die zou ik kunnen gaan? Over die? Ja, ja, kan gaan. Even kijken hoor. Okay, ja. Meneer, hij moet in ieder geval naar het ziekenhuis vervoerd worden. Dus wat uw plan is, is dat u naar het ziekenhuis mag rijden. En dan daar even met hem het schadeformulier mag invullen. Nou, ik ben benieuwd of dit ding nog rijdt. Tuurlijk, is alleen de achterkant, de voorkant is niet beschadigd. Dus... Nee, maar ik ben benieuwd of mijn bad niet lek is gegaan door die halve bumper dat erin zit. We gaan het zien. Oké. Okay. We gaan het zien. Yes, nou, daar gaan we hoor. Dan wens ik u veel sterkte. Hè? Dank u wel. Hij rijdt met veel lawaai weg doordat de uitlaat kapot is. Trap krijgen waarom wij opgeroepen zijn. U mag weer afkoppelen. Iedereen mag afkoppelen, oh. Ja. Afkoppelen. Hij is uiteindelijk toch vervoerd, dus ik had een spraak aan gedaan. Maar... Van wie zijn die pionnen? Ja, die raam ik niet op. Ja, dan doe ik het wel, hè. Oh, toppertje. Ik wacht even op mijn auto. Zal ik weer het stuur pakken, Lien? Dan haal jij bij het geheim, hè. Goed. Moet je ook even die pionnen halen? Ja, dat deden we toch? Ja, ik doe wel. Yo, top. Oké, okay, ga mijn eigen kanaal, dank je. Zo. Zit erop, staat ik kan mijn eigen naam veranderen, dat is een beetje gek. Hoeveel? Mijn eigen naam kan ik niet veranderen, wel van anderen, maar niet van mezelf. Nou, wat wil je hem veranderen? 41. Dan doe ik dat. Hij rijdt toch met jou? Ja, maar goed. Normaal houdt diegene zijn eigen groepnummer aan. Oké. Okay. Nou, gaan we eens even kijken. We hebben 16 man momenteel bij de stream. We hebben weer wat tijd om wat vraagjes te beantwoorden. Dus stel ze ook zeker. Linkje staat als het goed is in de beschrijving. 4101 met een spraakaanvraag. Ja, positief die komt dan te vervallen. De sitramp komt wel door. Persoon vervoerd naar het ziekenhuis, geen arrestant vervoer nodig, die is uiteindelijk ook afgekoppeld. Voertuig is naar het ziekenhuis gereden van meneer, omdat hij nog rijbaar was, en dat is het. Dat is Noma, OPS uit. Okay. Een linkje van het intranet, ja dat heeft niet echt veel nut als je geen account hebt. Als je lid bent, dan staat hij in infocentrum. Iemand zegt, yo Jannik, hoe gaat het? Nou, hoe gaat het Jannik? Yo, alles lekker. Nee, met mij gaat alles goed. Ben weer eventjes, ben weer terug. Van weg geweest, lekker terug. Jammer wel. Jammer, ja. Dus verschillende meningen over. Is dit uw spel of niet? Ja, dit is in principe de game van mij. Maar ik ga eventjes hier staan. Eventjes één klein shotje opnemen. Maar ik ben bezig met de video voor de vrijwilligers voor binnenkort, weet je wel. Oké. Okay. Op het YouTube-kanaal. Om een beetje reclame te maken. Oh, jij bent Dien of ben ik Dom? Ik ben Dien. En, eens kijken. Heb je bezwaar als ik wat drinken dan ga pakken? Nee hoor, helemaal niet. Dan ga ik wat drinken pakken. Daar is de brandweer weer. Dat is Dien en Jannik. Yes, dat klopt. Hebben jullie nog collega's nodig? Ja, alle hulp is welkom. Dus voel je je aangesproken na deze livestream, solliciteer 13 jaar oud minimaal. Bij mij gaat het niet zo heel goed, heb te horen gekregen dat bij corona zelftest dat ik positief ben. Dat is balen, man. Altijd nog even een testje bij de GGD doen, want je weet het nooit met die testen. Absoluut. Maar het was wel balen, was het echt zo'n... was het ook echt zo'n sneltest voor een event? Of was het gewoon een beetje verkouden of zo? Oh, zie Jan. Nee, Siem zegt dat hij corona positief is met de zelftest. Maar het zou wel zuur zijn als je dan testen voor toegang doet, weet je. Ja. De pepernoten, jongens.
Sinds een week doe mijn QR-code net. Ik ben wat later gevaccineerd dan anderen. Als je gevaccineerd bent in ieder geval. Maar dat is wel lekker hoor, dat je gewoon altijd met die QR-code overal kan komen. Mhm. Tenzij je wappie bent. Oh. Ja, coronawappies vind ik ook een beetje raar. Kijk, dat je niet laat vaccineren, dat vind ik niet een heel groot probleem. Dat is gewoon lekker je eigen keuze. Maar... Die wappies vind ik een beetje... apart. Hij lekt een beetje. Hebben jullie ook DSI? Nou, dat is wel een leuk iets. De DSI was heel lang op inactief. Maar sinds vandaag zijn de sollicitaties weer open. Ik ben daar de afdelingsleider van. Dat doe ik samen met Sian. Dat is een ander staflid hier. En ja... als je bij de politie, ambulance of KMR zit, kan je daarvoor weer solliciteren. En moet nog voor vakantie testen. Ai. Ja, wat ik even zou doen is gewoon een testje bij de GGD. Wanneer weer een meldkamerdienst? Gaan we wel een keer regelen. Momenteel zit Aaron op de meldkamer. Ik ga heel eventjes naar een ander kanaal om eventjes met de politie wat te overleggen. Heel goed. Ondertussen zit ik uiteraard mee te kijken met het GMS. Om te kijken of er eventueel dingen zijn waar wij mee kunnen rijden. Om ons OVD-taak goed uit te voeren. En voor de meldkamerlijst is inderdaad zeker wel een optie. Want ik moet zeggen, de meldkamer is een van de afdelingen. Wat in de afgelopen tijd... echt heel goed verbeterd is. De KM4101. KM4101, kom uit. Geen bericht. Ja, voor u kunt prio 2 rijden naar Dienstwijk. Is daar een straathouder van Zwarte Golf? Ja, 01 rijden, over. Ja, dat is er nou, maar ook eens uit. Ik ben heel gemute, want wordt gebeld. Nou, we gaan dus nu naar een prioriteit 2. Dat is een staande houding in Dienstwijk. Oh, nee, kut. Hier kan ik niet draaien, dus 3 niet af. Ik moet mij nog een beetje wennen. Ik ben nog niet zo heel erg lang bekend in deze map. Maar goed, we gaan naar een staande houding ter ondersteuning van de collega's. Lijkt me wel een leuke game. Ja, nou ja, het is ook leuk. Ben er weer. Dienstwijk, hè, voor ondersteuning collega's bij een staande houding. Ja. Ja, kan jij ons alvast naar Ingi brengen? Ja, dat zal ik doen. Kut. Nee, weet je, Leander, laat mij maar doen. Ga weg, ruim weg. 01 aan de 07 over. Ja, geef bericht. Zit erop. 1-1 achtervolging op een zwarte golf. Heeft geprobeerd mijn collega aan te rijden. Poog tot doodslag, ook gelijk BTGV uitvoeren. Yes, positief. Wat was de locatie? Oh, we rijden hier op u aan. Ja. Op Peers aan de kam 41-18 voor een urgent doel. Ga snel, we gaan. Dat is de meldkamer hier. Ja, kan weer. Ik heb wel eens een goede project werk. Oh. Leander, dat ben jij. Ja, mijn excuses. Bij mij lagde je. Ja, u heeft een urgent ingedrukt, hoor. Ja, eenmaal achtervolging, zwarte golf, snelweg. De undercover eenheid, ik weet even zijn roepnummer niet, die is lijn voertuig over. Max, ik denk dat we een lekker band hebben. Godverdomme. Let op, hij komt. Lekker. Hij staat er toch niet tegenaan? Op mijn scherm zat hij er niet tegenaan. Bij mij raakt hij hem. Ik denk dat we een lekker band hebben. Dus dat is dan heeft te maken met die Roblox. Ga je snelweg af dan?
Ja, is goed. Als we met je bandslag zijn helemaal af. Ik zou door. Sterretje glijdt uit. Nee, kut! Kut! Eerst. Answer. Ik kreeg geen reactie. Oh. Nou, Jannek, je weet in ieder geval wat je moet doen. Setting maken. Dat is één. Kan je wel je sirene uitdoen, Answer, alsjeblieft. Dat ben ik. Oh! Ik begin met pionnen. Jannek, begin jij met eerste hulp, doe ik een urgent. Ja, precies, switchen. Momentje. OPS aan de kamer 2101 voor een urgent door. Yes, Cooper, hoor je mij? Eén keer ongeval letsel, auto tegen auto op de snelweg ter hoogte van het kado over. Cooper, hey, Cooper! Nee. Graag de brandweer. Yes, het is in een urgent door. En zo. Die is de deur open? Ja. Okay. Zit jij ergens bekneld? Nee. Oké, streepje trekt eruit. Even Leander mij helpen, kom op. Even zijn hoofd ondersteunen, alsjeblieft. Ja, doe ik. Dank je. Oké, heb je een vrije luchtweg? Ja. Heb je een extra urgent voor de VOA? Ik heb een ademhaling. En wat voor ademhaling is dat dan? Eerst aan de kant 1101 voor de urgentdoor. Positief, kunt u de 14 koppelen en zeggen dat hij als VOA moet gaan, alsjeblieft? Ja, die zal ook aanrijden komen hoor. Dank u. Kan u nog misschien even herhalen welke of waar het is op de snelweg? Snelweg ter hoogte van de kado. Ja. Hopper, hey! Dus we doen. Even kijken. Hoe heet het? Wat voor ademhaling had jij en zo? Langzaam. Langzaam. Hij stapt erin. Even kijken wat hij gaat doen. Dien, wil jij naar die andere gasten toe als je klaar bent? Joep. Even kijken, wat is jouw pols? Laag pols. Dag meneer. Als ik een minuutje tel, hoeveel? Gaan wij even incident 10, meneer? 5 à 10. Dag meneer. Ja, hallo. Kom even langs de kant, ga even zitten, ja? Ja. Nou, Wim. Hey, even zitten. Tegen de van Rouen. Zo, weet je. Zo. Ja. Top. Oké, hoe voel je je? Misselijk. Misselijk, oké. Dat is het, of nog meer? Ja, dat is het enige. Ik heb alleen even de klap opgevangen van mijn maat. Oké. Als u één tel hebt. Jannik, zeg maar. Ja, Raya, 1-9. Ja. Incident 10 dan voor hem. Even kijken hoor. Nou, de hulpdiensten zijn onderweg, dus dan komt zo de ambu bij je, ja? Ja. Ik doe even een urgent voor een tweede ambu. Yo. Hallo meneer. Ik denk dat de auto behoorlijk in elkaar zit, Cooper. Als ik kijk. Ja. Oké. Jij zit bekneld, sowieso. Ja. Er loopt trouwens ook allemaal bloed uit mijn mond. Oké. Ja, ik kan niet echt bij je komen dan, als hij zo in je zit. Zo zouden we voor jou echt moeten wachten tot de ambulance brandweer is. Ja. Wil je nog dat ik iets met je auto doe met Betels? Op eerst aan de kamer 2101. Ja, positief. Mogen wij een tweede ambu ook hebben, alsjeblieft? Er zijn twee personen buiten bewustzijn. Twee personen buiten bewustzijn, twee ambulances rijden door. Dank u wel. Eén moment. Jannik, kom eens uit. Ja, zeg hem maar over. Hij is ook buiten bewustzijn en bekneld. Ja, akkoord over. Joep. Even kijken. Net de eenheid komt uit brandweer. Geen bericht. Zit trap over. Ja, even hoor. Cooper, Nieuw Roblox en Tillerman, die zitten in incident 10. Waarvan Cooper bekneld buiten bewustzijn is. De persoon die op de grond ligt, die zit in incident 9. Hier dus, die is ook buiten bewustzijn. Die heeft ook voorrang, dat is een Kamara-collega. En dan voor de beknelling is het in ieder geval incident 10.
Oké, dan ga ik naar Inchie 10. Oké, even kijken. Er komt bloed uit zijn mond in ieder geval. Hij is buiten bewustzijn. Ik weet niet waar hij bekneld is. Oké. Berg, als ik kijk, kan jouw deur open? Negatief. Oké, is een raam gesprongen? Ja. Oké, als ik naar jouw situatie kijk, zit er nog leven in? Het is een groot twijfelgeval. Groot twijfelgeval. En als ik in jouw hals naar een hartslag voel, voel ik hier iets? Negatief. Oké, dus je bent reanimatie. Positief. Oké. Als ik de bestuurdersdeur, kan deze open? Ja. Oké, als ik dan die open doe en ik kijk, waar zit je bekneld? Zeg maar in de... Mijn gordel heeft me helemaal klem gezet. Tussen de deur, zeg maar. Want de deur is helemaal ingedeukt omdat de auto er via de zijkant is ingeklapt. En ja, daardoor zit ik daar helemaal in beklemd. Dus je zit gewoon vast in je gordel? Ja. Oké. Even kijken. Er was meer van jullie onderweg, toch? Vanuit brandweer? Mm-hmm. Negatief. Oké, nee, sinds er wel een tweede TS gekoppeld is. Ja, alles wordt gekoppeld en dan kijken we zelf wat er gaat rijden. Oh mijn god. Mijn hele DM staan vol. Oh mijn god, je zit op de livestream, hè? Dit, dat. Dean, ik heb even hulp nodig. Trek hem over de middenconsole, kunnen we gelijk verder met rijden. Ik weet niet wat je zei, wat zei je? Zijn gordel is nu doorgesneden, dus hij is in principe vrij. Trek hem over de middenconsole, kunnen we hem gelijk hier neerleggen voor de rea. Is goed. Zeg maar. 1, 2, 3. Yes. Kom maar. Cooper. Ik kan niet meer liggen. Daar heb ik een mooi stokje voor. Dat is niet de bedoeling. Kan je even staan? Nee, dat kan ik niet. Hop. Ga jij beginnen met borstcompressies, vang ik de ambu even op. Ja. Op van 50. Zag is 40. Op Pearson kam 41, 18 voor. Tom, kom even. Hallo. Deze meneer helpen. Oh, de auto is ook verplaatst, blijkbaar. Mag. Zo. Was deze spook. Meneer hier. Goeiedag. Nee, hij niet. Hallo. Deze. Nee, met hem is alles oké. Okay. Oh. Ja. Deze had bloed uit de mond. Yo. Ja, een reanimatie gestart. Persoon zat vast bij zijn gordel. Gewoon de gordel doorgesneden en uit de auto getrokken. Yo. Ben nu bezig komt met de eerste ziektes. Komt er nog steeds bloed uit die mond van, hè? Positief. Nou, dat wil ik op de smoeizuiliging. Ik ga niet met iemand bloed in mijn mond reanimeren. Dan laat je alleen stikken. Dan stop ik met reanimeren en leg hem op zijn zij. Nou, ik pak even de Uzi. Niet dat wapen, jongens, nee. Ik ben even de OVD-taak uitvoeren. Oké, ik move even Kamar even in C11. Even kijken, jullie zijn alle eenheden die niks te doen hebben? Wanneer ik ben nu aanrijdend vanuit de tunnel, over. Alright, we hebben hier alle Kamar nu zitten die niks te doen hebben in principe, toch? Ja, Voa. Ja, ik ben niet derde klasse. Oké, even kijken. Leander, jij hebt de Dead Son, even kijken. In principe mag arrestantenvervoer dan wel afkoppelen. Of nee, jullie mogen blijven hier. Hij rent er zelfs vandoor, jongens. Die ga ik pakken. Op de snelweg nog. Ja, ik ga niet over de snelweg heen. Nee. Meneer, staan blijven. Ik pak mijn auto, ik rij wat door. Vecht hier. Niet persoon, die is weer één persoon. Die pakket is maar in. Ja? Ja, pak hem niet. Ik weet deze niet meer alsjeblieft. Doe je deze wacht dan. Start je doet steek weer een handschoen aan. Oké. Okay. Nou, meneer, moet jij je puntje zetten of doet de ambulance dat? Of doet dat de ambulance dat doet? Nee, til maar gewoon op. En dan de arrestantenvervoer in. Ja. Moet ik hem even boeien? 3, 2, 1. Oh, de arrestantenvervoer is al daar. Oké. Okay, ja. Boei maar en dan even tegen busje en dan voer je. Ja. Kan je hem even zeggen waar de arrestant aan? Godverdomme.
Goeiedag. Hoi, oh, heel lang niet. Was gezien. Net goed op weg, hè? Ja, ook niet. Bijna ontsnapt. Bijna. Ja, geef hem maar over. Open. We fouilleren hem eerst nog even, voordat we hem Ik heb hier hele bus onder, hoor. Nou, wij gaan het wel overnemen, Leander. Kan jou weer. Richting ja, ik zal hem loslaten. Wow, dat gaat niet goed. Wacht. Denk ik even dat ze even tegen die bus dat kan een beetje leuk. Ja, nee, laat hem maar los, hij heeft ik die zal voor je. Ja, ik kan die zelf even. Ja. Nou, terwijl je fouilleert, wat we treffen waarbij... Oh, ik ben heel even weg. Over de PK zuid van de ene. Ja, een klein mesje. Ja, iedereen vindt steeds in eenmaal te plaatsen bij het ongeval. Ik ga ervan uit snel dat de vluchtstrook gewoon open is, hè? Ja, positief. Als je even wacht tot de ambulance brandweer klaar is. Ja, dat is vernomen over. Ga ik even terugrennen, ga ik even de overdenen even. Animeren. Heel veel, Cooper. Ja? Jouw auto zo meteen, die moet even blijven voor het onderzoek. Dan span ik zo een ander voor je in, ja? Ja. Oké. Okay. Ensar, jij weet dat jouw auto even moet blijven voor dat onderzoek, zo? Ja. Oké, okay, top. Oké, okay, Arjan, terug incident 11. Jo. Omdat hij geen vergunning heeft, is het op voorbraad eruit. Het is geen België hier, hè? Dus? In ieder geval, treffen we ook nog iets anders aan? Een ID of zo? Negatief, die kan misschien nog in de auto liggen. Oké, okay, dat handelt FOA zo wel af. Goed, meneer. Ja, wat? Kunt u, heeft u ergens medische hulp nodig? Heeft u last ergens van? Ja, een beetje last, want ik kotste net. Ik weet niet of dat, ja. Oké. Okay. 01 aan de 06. Maar ik heb meestal die klap opgevangen van collega, laten we het zo zeggen. Ik ga zijn naam niet opnoemen. Nee, 01 zeg je maar. 01, geef bericht. Jij mag, als je hem wil, gewoon naar het ziekenhuis brengen dan. En dan zo verder. Ja, komt goed. Helemaal, laat me die bus nou uit. Ik heb niks gedaan. Nou, dan gaan we even mee. We brengen je sowieso even naar langs het ziekenhuis. Hoezo, man? Nou, hoezo? Omdat u nog steeds verdacht bent voor het vluchten. Mag even in de hoek gaan zitten, meneer. Medeplichtig zijn. Hé, hey, hij reed weg, hè? Ik niet. Nou, het onderzoekje is begonnen. Top. Hey, voor jou, ze hebben Ensar meegenomen op verdenkings-WK letsel. En natuurlijk naar die reanimatietoestand richting... even de naam van het ziekenhuis kwijt. Maar ze hebben hem meegenomen naar het ziekenhuis. Joe. Wonderful. Ik heb 01 GB. Ja, voor u. Hoe heet dat? Is er al iets bekend over mogelijke wapens, drugs, etc. wat in het voertuig zou kunnen zitten? Nee. Nee, oké. Okay. Ga ik dat zo te... Als je incident 10 gaat, dan kan je precies die burger even ondervragen. Hoe en wat het is gebeurd. Joep. Is goed, dan wacht ik even tot die tot 101, denk ik, of 102. Tot de 102 is weggereden en dan ga ik even met mijn bus aanrijden. Jo. En dan hoort hij nog van me, ja? Nee, is goed. 41. Top. Mooi. Geen bericht. Ja, die persoon dood. Oké, okay. Dan gaan we een tentje over hem zetten. De laken ligt overheen. Jo. Even kijken, ga ik even incident 10? Ik ga die auto onderzoeken en je moet toch een beetje antwoord op Cooper? Geven. Ja. Sinds er een onderzoek gaat plaatsnemen en omdat je dood bent, dan ga ik even een tent over je plaatsen. En dan zie ik toch het liefst dat je even hier blijft om alle antwoorden te geven, ja, op de vooronderzoek. Ja, ja, ja. Toppie. Dankjewel. Dien? Ja. Denk je dat hier schermen nodig zijn? Denk het al, hè? Nee, hoeft niet. Ja, oké. Maar leuk tentje. Ook ik zie ineens niks meer. Nee, dus... Ik wou retour, maar... Ja, je mag retour. Yo, even kijken, dan gaan we even terug inzien. Dan gaat de VOA onderzoek in incident 10, de overige eenheden incident 9. En dan gaan we even kijken wie kan afkoppelen. Met die kant op. KM 4101, heeft u meegeluisterd? Negatief, GB. Ja, voor u kunt ook aanrijden als prio 1 met toestemming naar de loods in haven. Zou de persoon explosieven bij zich hebben, de... Voertuig van de verdachte is een lichtgrijze Mercedes. Persoon heeft geen vuurwapen bij.
4101, kan ik u even gebruiken voor mijn onderzoek? Ja, 01 wordt doorgekoppeld, maar als jij, Arjan en Leander hier blijven voor dat onderzoek? Ja, precies. En dan als dat afgerond is, dan mogen jullie verder. Is het wel mogelijk? Moeten wij ook een set-trap doen dan op het einde? Leander en C10. En C4, oké. Jannik even 10. Ook instaan. Ja, Arjan. 10, oké. Okay. Leander die staat, die is nergens gekoppeld. Ik wens OPS nog wel eventjes in het in ons kanaal over. Ja. Straks OPS 4. Ja, benomen. AC 5431. Ja, geef voor dit. Even kijken, wat moesten we doen? Ja, naar haven, iets met explosief. Ja, maar kan hier omkeren, dat is de kader hier. Hier. Ook, ja. God. Lullo. Ja, ik waar blijft het OPS dan nu? Ja, nee, je had al de sitter opgegeven, toch? Of wil je dat ik het even voorlees? Nee, ik wil dat. Ik wil even wat meer info, want hij zegt explosieven, geen wapens, maar over wat voor explosieven praten we dan? Want je gaat al gauw naar opschaling EOD als het niet over explosieven gaat, zeg. Ja, als het goed is, burger Daniel, dan heeft geen vuurwapen, alleen explosieven, maar... Ja, het moet voor explosieven, want ik ga niet op een gast met een bom af. Nee, ik hoop dat we even EOD in dienst hebben. Dan ga ik even kijken naar mensen hun rollen van de kamer. Maar dan denk ik dat het al gauw ophoudt. Nee, we hebben er eentje, Ensar. Zal ik even vragen of hij wil wisselen? Ja. Moet ook nog terugrijden. 07 aan de 01 over. Geef bericht. Jij bent EOD opgeleid. Zou je EOD willen wisselen en koppelen in C1 alsjeblieft? Ja. Dankjewel. In ieder geval, kijk even. Wordt nu gewisseld naar EOD en dan rijdt hij mee. Dan gaan we even incident 1. Even de meldkamer instellen. Yes. Ja, naam 4101 start aanvraagspraak. Ja, ik zou graag eventjes nog willen weten over wat voor explosieven wij praten, et cetera. Dat is onbekend. Ik heb zelf de melding niet in het systeem gezet. Aangezien ik heel eventjes naar de wc moest. Dus dat is, heb ik geen idee van over. Akkoord. Ik heb de 07. Die wil ik graag naar dit incident hebben als EOD zijn though. Ja, dat is genomen. Die is momenteel als een koffer. Die ga ik dan als EOD zetten over. Ja, hij is als het goed zo op de hoogte. Maar als dat nog eventjes formeel aangegeven kan worden, is hartelijk bedankt. Though. Ja, ga ik doen. OPS uit. Welk incident kanaal die? 1 en 2. Ja, ondertussen de update ervan. De persoon heeft zojuist de explosieven in de loods geplaatst. En, welke loods om precies te zijn? Dat is die met die gele kraan erbij. Oh, die rode? Ja. Oké, okay, en je hebt niks meer in je auto? Nee, nu niks meer in mijn auto. Oké. Okay. Daarentegen, ik ga er nu gewoon vandoor. Dat vind ik helemaal best. Dan gaan we eerst even de bom-situatie oplossen. De K4101 van de voor OPS. Geen bericht. Ja, voor u, ik heb nog even nagevraagd mijn collega om wat voor explosief het ging. Dat is onbekend, de melder die wist dat ze zelf ook niet over. Herhaal bericht, nog één keer. Het is onbekend om wat voor explosief het gaat, de melder wist dat zelf ook niet over. Ja, vernomen. Gaan we even een afzetting maken. OPS uit. Ja. Zal heel deze, weg afsluiten hier? Als we hier rechts, Jannik. Je had eigenlijk even moeten vragen of TTT die auto wou volgen, die Mercedes. Maar dat had ik diep, maar jou blijkbaar niet gezien. Nou, ja, je zei CT, maar weet ik wat CT is. Camera toezicht. Ja, ik ken alleen TTT. Oep. Even kijken, is het deze loods hier voor ons? Of, ja, dat ja, met die gele kraan, die rode loods hier. Ik gooi dit wel even neer dan. Zo, en dan wachten we even. Dan ga ik even je 07 vragen. Waar die nu is. De 07 is hier, dat is helemaal top. 07, waar rijdt u over? Ja, die kleding werkt niet van DOD. Dat meen je niet. Ja, echt. Dan doe je het effectief of zo. Zal ik even kijken of dat werkt? Doe maar even. Wil jij even een urgentje voor mij indrukken, Dien? Doe ik dat. Denk. Bij deze. 4-7-1-duktig aan de lijn net even. Hij werkt toch? 01 is dat open, kom maar door.
Ja, de 01. Zou ik graag een shit-rapje kunnen melden? Kamer 4101, aanvraagspraak urgent. Ja, komt even vallen. Ja, komt even vallen, dat is begrepen. OPS uit. 7431, situatierapport voor u betreft de middelste loods, om het zo maar te zeggen, de rood-witte. EOD is aanrijdend, u wordt daar verwacht om stand-by te staan voor een eventuele explosie. Ja, wij gaan stand-by staan bij het tankstation, vraagteken. We hebben een reddende voetje gemaakt bij Café Huppelepup, tot daar is het wel veilig om te komen ook. Oh, prima, dan gaan wij door tot Café Huppelepup en zijn wij ETA 30 seconden uit over. Tot zo over. You, tot zo. En sorry, ik geef jou even, nee die hoef je niet aan te trekken, want dat is KCT-uniform. En die baret mag je ook afdoen, moet je even resetten. Stoppen met resetten. Nee. Even kijken, de 4101, OPS over. 01 ster, zendbericht. Ja, ik zou graag een extra politie-eenheid aan deze kant willen hebben voor de afzetting over. Ja, dat is genomen. De 04 is mee gekoppeld over. Ja, gehoord. Mag geen rijden en zo. 31 te plaatsen. Ja, dan zou ik graag eventjes willen dat alle eenheden die luisteren op dit kanaal zwaar gaan omhangen in verband met explosieven. Verdomme. En zo lukt het? Nee, blijkbaar niet met mijn game. Okay, als je het terug moet je even zeggen, dan geef ik je even de kleding. Ja. Hop, we zijn op. Even kijken of we haar bij je fictief ook kunnen koppelen. Yes. 0413. GB. Zware vest moet aandoen. Zouden we onze zware vest moeten aandoen? Positief. Jullie mogen je voertuig neerzetten bij Café Huppel de Puppen. Dat is de rendezvouspunt. Oh. Ja. Ja, ik had ze eigenlijk hier gewenst, op deze weg, hè? Oh, dat kan ik. Dan mogen jullie helemaal daarheen, tot die blauwe loods. Daar mogen jullie het dicht gaan zetten. Alright? Yo. Thanks. Naim. Ja. We zitten momenteel in een melding met explosieven, dus dat gaan we nu even regelen. Ik zal anders nog verder gaan om het af te zetten. Tja. Ja, waar die witte streep begint, daar zit prima hoor. Ja. Komt er fictief haar binnen? Ja, die komt fictief. Fictief HRB en dan komt er echt EODD. Ja. Nou, dan is het even wachten, want die komen denk ik uit... uit, hoe heet het, uit het zuiden. En waar zou de... Ja, waar zouden de explosieven moeten zijn, sorry. Moet ze daar tegenover je. Weet je wat voor explosieven het zijn? Nee, nog niet bekend. Oké. Dus ik denk dat ze met de robot gaan kijken. Ja. Ja. En zo lukt het? Nee. Ik blijf door en blijf maar weggaan. Je blijft crashen? Ja. Oké, probeer het nog één keer, anders gooien we de melding gewoon weg. Maar blijf je crashen dan, met je outfit toch? Nee, nou echt 5 à 10 seconden. Nou, wel ook leuk. Lastig. Is jullie al een dienst eigenlijk? Kon ik even kijken. Misschien kan hij wel komen. Dat is niet. En zo is de enige EOD. Oh, oh. Nou. Jonge. Daar is plosieve, jonge. Ik moet bedenken. Oh. Hoe zit dat altijd, jonge? Jij maakt mijn kat, jonge. Die gast van TikTok. Mm-hmm. Nope, ik heb hem nog even geprobeerd. Als Johan het zegt, het zijn knalerten. Nee, hij doet het niet, Enzo. Nee.
Jammer. Nou, daar stel ik voor een melding code 4 ID. 100% eens, Daniel. Ja. Melding afkappen omdat de EOD niet kan komen. Is goed. Sinds explosieve melding is altijd EOD benodigd en dat kan nou niet. Dus dan houdt het op. Ja, precies. Nee, okay. Ja. In ieder geval, dankjewel. Joejoe, check hem op aan. Joejoe. Ik doe een sit-up. Ja. Benen ja. 0-1 uit. Yo. Yo. Ik moet even mijn zware vest uitdoen. Ja, dat moet je echt zelf doen. Nou, ik dacht, jij gaat helpen. Jij bent wel zo vriendelijk, maar goed. Jullie niet. Nou, gasten dan. Kijkers. Ah, dat is lachen. Nou, dan... 4101 sit-up. Ja, de melding is code 4, oftewel afgelast omdat de EOD niet in dienst kon komen. Wat zijn nou uit bij mij? Ik ben de game uit. In ieder geval de VOA is uit dienst, dus dat. De VOA is uit dienst, akkoord. De stream doet het weer. Nu ging er bij mij even wat fout. Gaan we weer. Alright. Goed, dan ga ik naar het OPS2. Yes. Oh, je kan zo op mijn tapijt, ik sta stil. Ga ik even naar mijn lieftallige politiecollega's. Lien, kan je heel even je DM kijken, alsjeblieft? Dankjewel. Ik zou gewoon normaal doen, Aaron. Gewoon hetzelfde als de rest behandelen. Oh, laat maar, hij zit hier niet meer. Ben ik ondertussen even achter de scherm wat aan het inregelen. Daar hebben we Jordan W. die hallo zegt en ons uitmaakt voor alles. Iemand zegt, mag ik in de groep? In de link in de beschrijving kan je joinen en dan kan je meedoen aan een intakegesprek. Na het intakegesprek ben je dan officieel aangenomen en kan je meedoen met de surveillances. Waar is mijn steek weer in het vest, nou? Jongi. Ik ben weer betels. Ben ik weer, hallo. Hallo. Ga ik even naar de P'en? Ja. Er was wat misgegaan in de communicatie. Moest ik eventjes snel oplossen. Jo. Als jij vragen beantwoord, ben ik er snel aan doen. Ja. Ik durf geen surveillance te doen vanwege, ik vat het even kort samen als beperkingen. Zo slechtziend en stotteren. Nou, ik zou zeggen als jij graag wil meedoen, dan iedereen is welkom bij ons. Daar maken we echt geen punt van. En dan kijken we gewoon wat we voor je kunnen doen. Of we ergens rekenen, sowieso kunnen we er rekening mee houden, maar of we bijvoorbeeld... ergens dingen veranderd moeten worden, et cetera, et cetera. Dus we kunnen het altijd proberen. En dan zullen wij daar rekening mee houden. Willen jullie linkje sturen? Dan kan je vanaf je eigen internet maken. Nee? Ja, in principe, dat gaat gewoon via Bubble. Dat kan je opzoeken. Ja. Dan moet je even zoeken zelf. Hey, Brandje. Had jij die vraag van Jari al beantwoord? Ja. Ik heb gezegd dat hij het gewoon altijd kan proberen en dan kijken wat de mogelijkheden zijn. Jo. Heel eventjes, ik krijg een DM'tje. Is dat nog steeds gaande? Wat is gaande? Ja, nee, er staat een melding van, er is iemand midden op de weg aan de barbecue, maar die is gewoon nog steeds gaande. Ik zie geen link, ja. Weet je, we hebben de link van de Discord en als je die van het internet wil,
Nou ja, die sturen wij niet zomaar naar externe leden. Sowieso heb je er dan niet heel erg veel aan verder, want je hebt geen account. Dus je moet gewoon even via bubbleapps.nl moet je opzoeken. En via daar kan je eigen intranet maken. En hoe je dat moet doen, ja, daarbij heb ik ook niet verstand van. Daar is één developer bij ons die heeft daar verstand van. Maar ik denk dat die het ook te druk heeft om dat iedereen aan te leren, zeg maar. Ja. Dus even kijken hoor, want er is nou wel een melding. Meneer is aangegeven dat fiets daar is daarna verder gereden. Dan is er een kamar. Wat is dat? In C5, maar ik ga wel sparenvragen doen en dan in de hoop dat de meldkamer snel komt, dat we even mee kunnen rijden. Ja, ik zal gewoon even naar de desbetreffende eenheid gaan even vragen van wat is de situatie daar en is er assistentie benodigd? Dat is de 18, ga jij het even vragen dan? Ja, ga ik doen. Jo. Jammer, ik kan niet joinen dan. Ik weet niet hoe je dan niet kan joinen. Het is sowieso verplicht om in call te zitten, elke service, anders zijn dat ook. Dat sowieso. Ondertussen wordt aan de collega gevraagd of alles oké is. Volgens mij is het wel oké, want Jannik die rijdt nog niet vol gas. En... Oh. Wat er? Ja, ze rijden met 3-4 eenheden achter, dus is op zich wel... Zijn we niet bij nodig, denk ik. Achtervolging? Ja, voor een artikel 5. Wegenverkeerswet. Roekeloos rijgedrag. Volgens mij ook artikel 7 dan. Voor doorrijden ja, plaatsen. Plaatsen ongeval, inderdaad. Maar dat werd mij niet verteld, in ieder geval. Nou. Nou, we zijn hier op onze brigade. De brigade helipad. Volgens mij doen ze nou een urgent ervoor. Ja, ze doen nou een urgent. Dus die zal waarschijnlijk wel. Voor assistentie zijn. Ja, of hij is Christ. Ja, kan ook nog, ja. Ik hoor nog de sirenes, dus als dat is, dan geen idee. Is er wel een extra eenheid onderweg. Regions, levels on this place prevent you from entering. Ja, dat kan in principe. We hebben volgens mij een instelling aanstaan. Maar heeft toch gewoon te maken dat je daar moet solliciteren? Ja, wat was het? Moderation. Nee, die staat op het laagste. Dus wat je hoeft te doen is een geverifieerd e-mail hebben op Discord. Als je dat niet hebt, dan kan je niet joinen. Dus dan moet je dat even regelen. Ja. Dat is hem toch? Ja. Denk het wel. Want er werd eerst gezegd grijze Volvo. Ah nee, dan is dat hem niet. Dat is Daniel, ja. De burger. Laat maar dan. Missen jullie me bij HRP? De kamer. 4101, aanvraag spraak. Positief, wij wouden graag meerijden met incident 5, maar dat komt te vervallen, want ze vroeg of ze zeiden dat alles oké was. Nee, ik ga u hierbij meekoppelen aan incident 3. Er is daar een achter... Incident 5, excuses. Er is daar eenmaal achtervolging. U heeft toestemming tot brandlichtlijnoverschrijding. Inboxen onder de 120 bij laagbevolkt gebied. En pitsen onder de 80 bij laagbevolkt gebied. Teamverkeer wordt ook meegekoppeld over. Dank u wel. 01 aanrijdend. Ja, nou maar. Hey, mooi. 41-01, leid het eenheid. Is het Amarok? Ja. Ja, dat is inmiddels is al de B-klasse, maar we rijden nu terug richting Oude Brandweer op de snelweg. Persoon neemt afslag, 80 weg Oude Brandweer. Ja, zover ik net, ik weet niet hoe dat nu zit, maar we hangen nu tegen de 200 aan qua snelheden. Nee, dan wil ik graag even weten, welke teamverkeereenheid is er gekoppeld? Geen één. Geen één teamverkeereenheid. En zo is volgens mij uit dienst gegaan.
Wil ik eventjes weten wat momenteel het verkeersbeeld is ook. Heel weinig verkeer. Zo goed als niks. Zo komt terug over richting Oude Brandweer. Oh! Jezus! Er stond tot stilstand. Klem. Voertuig tot stilstand. Als hij straks doorrijdt en hij... Ja, Leon, dat is niet geklemd. Persoon geklemd. Persoon geklemd. Zo gaat er vandoor. De politie blijven staan. Rechts. Blijf staan of zal het tezigd worden? Lijnen, jongens. Blijf staan. Ja, langs, Kmar. Wegwezen hier. Okay. Albertijn. Ja. Iemand is er ingezet, niet ja. Collega komt terug. Zo. Blijf staan, laatste waarschuwing. Blijven staan. Maar we gaan terug. En vandaag ga terug de weg op. Ga terug naar zijn Volvo. Laat die Volvo klem staan. Ja. Positief, staat klemt. Jannik, oude locatie. Grote rotonde. Blijven staan. Staan blijven. Deze soort ingezet, meneer. Kut. Deze gemist. Leander, probeer jij maar. Nee, ik heb ook al gemist. De 06 aan de lijn in de eenheid. GB. Locatie. Grote rotonde. Mist. Oh, waar? Ja, precies die bosjes. Kunnen we die telkens missen? Ik zal het weer te maken. Die kan één keer weg gaan. Ik kan het naar elkaar. Ik moet naar water toe. Water. Niet naar water toe. Jongens, dit is toch... Die nog zeker tezeren. Mag ik heel even, alsjeblieft? Dank u. De DA1421 aanvraagspraak. Ja, dat... ja, nog een keer mis. Vallen was een oude... Yes! Ja, dat is lekker. Oh, ja, het is helemaal goed. Ja. Oh. Hoe doet hij het hardste? Tweede keer is niet nodig, hoor. Jezus. Oh. Wat was jullie locatie? Dan kom ik met even kijken. Wijk met kleine rotonde. Naar je, even kijken, de 04 luistert hij mee met arrestantenvervoer. Begrepen. Je weet waar dat is? Wijk met kleine rotonde. De kleine rotonde? Ja, Leander. Ja, Albert 1. Voer jij hem even. De KM 41. Nee, je hoeft hem niet vast te pakken, gewoon los. KM 4118, KM 4118, kom eens uit voor. Mogen die pinnen tenminste eruit? Ja, kan dit doorgekoppeld worden over? Kijk even naar Dien toe. Ja, hij kan doorgekoppeld worden. Oké, jij zegt me waar? Ja, u kunt uiteindelijk naar tankstation Oude Brandweer. Er staat daar een auto midden op de weg in de brand over. Vernomen, kan hem even koppelen op TMS? Ja, Steve, u bent hierbij gekoppeld. Vernomen. OPS uit. Hier is het name, links van je. Ja, kun je dat dienen, Tjere. Daar rij ik wel even om. Ja, nee, ik stap hier wel even, Tje. Kan ik even opgeleven. Is politie nog benodigd? Nee, mag ook afkoppelen. Heb je hem nou gefouilleerd, Leander? Nee, is hem niet gefouilleerd. Ik ga maar verder, hoor. Ga maar verder. Dat is al gegroeid. Dat is al gegroeid. Dag, meneer. Oh. Hoi. Zeg, je legt persoon op de grond. Ja, jij gaat even liggen. Top. Ja, god. Hey, die pak even zijn benen en kruis even zijn benen. Pak hem maar even van. Dat doe ik, hè. Nee, niet doen. Blijf van mijn benen af. Als jij hem fouilleert? Ja, ik kan proberen te veren. Ja, nu kan je hem even boeien ondertussen, ga ik hem even... Nee, ja, maar hij is al geboeid, sorry. Ja, stuurtje 4, dat vind ik, als ik in de rechterzak kijk. Ik vraag me echt af hoe jij hem neerzet, Shane. Welkom. De deur zit rechts en jij gooit hem tegen de stoep aan met de algemeen. Mooi toch? Top, eens kijken. Vreed op aarde. Max. Ja, ik ben er van type. Oh. Oké, een. Ja, collega wapentje ons... aangetroffen. Yo. Ik heb een wapen aangetroffen. Pak even een. Ja, een bruine zak, of hoe dat ook noemt. Oké, Yannick, hier alsjeblieft wat wapen. Yes. Maak hem even onveilig, als dat mogelijk. Top. We gaan hem in de bus steken, Dien. Nou, echt de luchtdrukwapen, jongens. 1 en 2, ja. Hoppakee. Ja, alsjeblieft. Oké, even steken in de bus. Max. Ja. Je mag in de hoek plaatsnemen, meneer. De laatste hoek. Oh, goed. Top. Dien. Kunnen wij afkoppelen als politie? Ja, iedereen mag afkoppelen. Ik doe aan zitten. We brengen jou richting politiebureau, meneer. OC 1. We blijven hier. We zijn recht.
Even kijken, om terug te komen op Jordan's vraag, missen jullie me bij HRP? Nou, in ieder geval naar al je gedrag en al wat voor dingen je gedaan hebt? Nee, niet echt. Ben je daarmee eens, Jannik? Nee, jij was er toen niet, volgens mij, in die tijd. Net weg, maar ik heb het wel meegekregen. Zo, ik vond het bochie van bij die 80-weg oude brandweer naar die weg van naar de Albert Heijn, die vond ik wel heel soepel van mezelf. Ik had niet verwacht dat je die ging halen, eerlijk gezegd. Tuurlijk wel, joh. Nee. Het is niet meer dat ik achter zo'n crack laptop zit, hè, zoals vroeger. Ja. Hallo! Met die ingebouwde microfoon. Wij waren vroeger de gastjes die je nu niet wil hebben. Nee, precies. Maar goed, je moet ergens beginnen, toch? Precies. Welkom 4101 met het zitrap. Ja, persoon aangehouden, voertuig weggesleept en dat is het. Ja, nou, maar dan heb ik voor u direct weer een andere melding. U kunt rijdend naar tankstation Oude Brand. Er staat een auto midden op de weg in de brand. U bent er nodig voor een afzetting over. Ja, vernomen aanrijdend. Ja, dank u wel. OPS uit. Zullen we even het laatste moment even s'avonds maken? Dat is wel leuk. Als je even L doet. Ja. Joh, ja, de woorden uit mijn mond. Dat is in ieder geval genoeg te doen tijdens surfie hier eraf. Je kan beter doorrijden dan omkeren. Rechtdoor, rechtdoor. En een cadeau pakken en dan terug. Oh, lul, Hannes. Ja, ik weet toch niet waar die kado zit, joh. Het staat toch een bordje, man. Ah. Zo'n rood bordje. Ja, ik had verwacht dat die iets langer doorging. Kijk, tadaa, oké. Okay. Oh, je gooit hem gewoon zo. Oké. Goed. Tuurlijk. Ja. Deze slaat hier ook, hè. Dat zag er zo mooi uit, joh. Als je even zijn pionnen wil weghalen. Ja, zo is goed. Hop. Pleuren we nieuwe pionnen in. Welke insie was het? Insie 3. Ja. Overkomt dit mij? Hallo. Hallo. Hoeveel meet ik met de warmtebeeldcamera? 60 graden plus. 60 graden plus. Dien, wie is de OVD eigenlijk nu? Want dan wordt jij toch eerst? Ja, ik ben nog steeds OVD. Ik heb alleen even een ander vestje aan, want hier is geen OVD nodig. Oké, dan doe ik even mijn groen uit. Jo. Oké! Sorry. Moet ik even. Uit. Cooper, lukt het? Patiënt, nou, ik word geëxecuteerd hier ook. Ja. Kun je misschien even een fluorescerend vest aan doen, aangezien het ook donker is hier? Ja, dat klopt, daar heb je gelijk. Cooper, je moet even uitstappen, dan ga je naar binnen. Oh, kunnen we eindelijk naar binnen? Ja. Ja, we zijn er al. Zo. Toenk. Ja. Meneer, beterschap en het beste daarmee. Ik weet echt niet wat hier gebeurt, joh. Waarom vind je het MK mee nooit een beter gegeven? Mag ik lift terug? Burg, hoeveel meet ik nu? Je meet 40 graden. Mooi. Dien, even voor jou. Of jou, Willy. Slachtoffer is al afgevuurd naar het ziekenhuis. Nieuw. Wat zei je, Robin? Slachtoffer. Veilig. Als jullie sleepje regelen, dan is het allemaal mooi. Gaan we doen. Nieuw. Kijk, let op dit mooie sleepje, jongens. Dat, Robin. Ja. Wil jij met Prio 1 terug naar je post toe rijden voor mij? Dan kan ik nog even wel een seershot maken voor een video. Dat laat ik maar geen twee keer zeggen. Nee. Ik begin even met pionnen weghalen. Ja, dat zal ik ook doen. Dus when you're ready mag je gewoon rijden, hoor. Ja, maar dan staat ik een Mar-auto voor mijn neus. Ja, dan moet je even langs. Ja, ik ga over het gras, hier ga ik geen gezeur meer krijgen. Nee hoor. Mooi. Nou. Die mode.
Even remmen. Robin, remmen. Kan ik even mijn prachtje allemaal goed even weg doen? Blijf staan. Ja, zoet. Ga maar weg. Even stilstaan, Robin. Wat snap je daar niet aan? Ja, ik dacht dat je tegen Dien had. Ja, Rijma. Oh, waarom gunt Meldkamer mee nooit even een spannende BTGV of zo? Omdat er ook geen spannende BTGV is geweest. Vriend van 02 achtervolging, de eerste keer was slachtoffer half dood. Dood? Ja, maar ik bedoel, was hij niet dood? Ik was dood. Er was één dood en de rest was zwaar gewond volgens mij. Oké, ik wou net zijn, anders had ik de setrap helemaal verkeerd gedaan. Zou iemand mij even betels kunnen geven? Dan kan ik deze auto... Ja, nee, hallo, mijn beurt. Je zit achter het verkeerde auto. Nee, houd je mond. Nou, ik haal er weer weg hier. Ben ik op stream? Nee. Jawel. Yes. Yes. Over is vier. Ik ga eventjes met iemand een gesprekje voeren in verband met dat ik leidinggevende politie nu ben. Tot zo. Joe. Even kijken. Oh, ze gaan... Okay. Hoe verifieer ik mijn Discord e-mail? Dat durf ik eigenlijk zo gauw niet te zeggen, maar dat zou dan ergens in instellingen moeten staan. En dan zo verder. De KM4101 Citrap. Yes, positief. Voertuig geblust. De weg afgezet zoals u vroeg en dat is het. Dat is nou maar OPS uit en voorschrik. Dank u wel, over. Even kijken bij dit voertuig. Oké, die kamerauto moet volgens mij even langs de kant gezet worden. Wat er recent ook een toevoeging is aan alle nieuwe wagens, is dat, tenminste degene die nu in-game worden of gewijzigd worden, we kunnen alle bijrijders sowieso de Honak van ook mee bedienen. Dat is ook een leuke toevoeging. Oké, gedaan. En nu, als je nu even probeert de Discord te joinen. Als je nu even probeert de Discord te joinen weer, dan zou het als het goed is moeten kunnen. Maar hoe kan je een hoger rang worden bij de politie? Als je aspirant bent, heb je 2 weken de tijd om de inwerkingstoets te maken. Tenzij je afgemeld bent. In die 2 weken tijd zou je... de inwerkingstoets maken. Heb je dat gedaan? Dan word je vervolgens surveillant. Even snel op mijn hoofd. Dan volg je schiet- en vuurwapentrainer. Heb je de vuur- en schietwapentraining gehad? Nou, dat gaan we af. Oké, je zit in Discord, top. Nou, vanaf daar moet je even de Discord-kanalen die je ziet, moet je even gaan doorlezen. Nou, laten we maar links gaan, dat is leuker. Tom, heb jij een link als je eigen internet wil maken? Ben ik weer. Hallo. Klein incidentje. Met Naïm zag ik. Niet. Die had gewoon een klein incidentje tussen de kamer en politie. De DH1414 voor de KM41. Nee, de 4101. GB. Ik ga uw dienst over. Ja, duidelijk. Hey, dankjewel man. Hopelijk heb je genoten. Voor die inwerkingstoets van de politie. Als je die wil maken, moet je hem even of opzoeken tussen politiechat. Of je moet Jorn daar even een berichtje over sturen. Maar dat gaat vast goed komen. Ja, top. Oké, fijne middag man. Hoi. Joe. Zo. Nee, gewoon een klein incidentje tussen de kamer en politie. Niet heel erg. En waar kan ik die toets vinden? Die staat onder gepinde berichten van de politie, als het goed is. Altijd als je vragen hebt, kan je ook een hulpticket aanmaken. Dat is ook geen enkel probleem. Hij staat in het introductiedocument trouwens. Die toets.
kan wel even een appje sturen die men hem. Dan hebben we Martijn K. Martijn K. Zie jij ook geen... Oh jawel. Ik moet gewoon inladen met die chunkloader. Dat is inderdaad soms wel raar. Dan ben je aan het rondrijden en dan zie je sommige dingen nog niet helemaal. Ik was nog vervelend met die sfeerbeelden maken. Als je dan ineens aan de andere kant van de man moet, is alles weg. Ja, ook ja. Kijk, wil ik nou ook een korte boopatrouille doen, want in principe word je daarvoor opgeleid. Ja. Maar ja, zal ik jouw zwembandje dan maar af en toe opblazen? Ja, dankjewel Jannik. Die rijdt met oranje aan, zonder rijden. Zullen we die maar even een stoptank geven dan? Ja, die rijdt ook zonder lichten volgens mij, toch? Ja. Weer geen reactie. Ik heb stop voor in ieder geval. Spreek ik hem aan of wil jij hem aanspreken? Ik blijf jij maar zitten voor als hij er vandoor gaat. Zeg maar dat hij zijn knipperlicht uit moet doen. Even in C9. Gooi ik hem even op een viertje. Of een staande houding. Suzé, rijden van de staande houding, enig idee? Nee. Geen idee. Oké, u rijdt als allereerst rijdt u zonder lichten, waardoor u een gevaar vormt op de weg. En daarnaast rijdt u met oranje lichten aan. Heeft ja, u... mijn lichtjes doen niet meer, dus ik denk zeg maar oranje aan. Oké, heeft u daar een vergunning voor om die oranje lichtjes te gebruiken? Ja. Oké, dan zou ik graag u daar een kentekenpapieren willen zien en die... Sergio geeft alles. Dank je wel. U weet waar die oranje lampjes voor bedoeld zijn, hè? Nee. Dat weet u niet. Die houden in dat u... het houdt eigenlijk in, simpelweg, pas op, hier sta ik. En niet, hallo, hier rij ik. Snap u? Nou ja, ik dacht van... die lichtjes moet een beetje opvallen, toch? Ja, dus dan... Maar u rijdt dus zonder lichten. Die zet u niet aan dan. Nee. Want die doen het wel of die zijn defect? Nee, doet niet. Die doen het niet. Oké. Nou, dan is het heel simpel. Dan gaan we het voertuig straks aan de kant zetten, want u mag niet ermee verder rijden. U gaat van mij een procesverbaal krijgen. Die betreft 140 euro plus 9 euro administratie. Wat? Op rijden met de defecte verlichting. U bent niet het antwoorden verplicht en u heeft recht op een raadsman als u die wilt raadplegen. Maar wilt u een verklaring afleggen? Nou ja, die heb ik toch al afgelegd. Dan zou ik die nog een keer formeel willen horen. Nou, ja, lichtjes gebruikte ik omdat mijn normale lichten niet werken. En anders ziet niemand mij aankomen. En dan ben ik straks dood omdat iemand me aanrijdt. Oké, nou, dan in ieder geval met die oranje lichtjes. Dat zie ik dan nog wel eventjes door de vingers. Ga ik wel een notitie van maken. Is er iemand die je kan ophalen zo? Ja, Barry kan me wel ophalen. Stel ik voor dat we straks het voertuig eventjes bij het vispaleis even daarop neerzetten. En, ja, daar was ik net ook één aan het gaan. Vanaf daar mag u weg niet meer vervolgen. Ga ik nog wel even wat checks afmaken en het procesverbaal opmaken. En dan hoort u zo van mij hoe en wat. Alright. Oké. Dean, wil jij het kenteken even nachecken alsjeblieft? Ga ik doen. Kijk even mijn normaal visje aan. Oké, meneer mag uitstappen. Nou. Waarom? Omdat ik dat zeg. Ja, maar wat doe ik nou weer verkeerd? De auto staat gestolen. Het is in ieder geval geen C1000. Meneer mag uitstappen. Wat?
Hoezo? Omdat ik het nu zeg, je mag uitstappen. Dit klopt niet. Nee, als je niet uitstapt, gaan we een handje helpen. Oké, sorry. Top. Loop mee naar achter. Doe ik even spreken. Je moet de koptelefoon en rugtas af. Zet het af. Luister, je bent in ieder geval aangehouden voor het rijden in een gestolen voertuig. Je bent nu het antwoord of plichtrecht paraat en als je die niet kan veroorloven, krijg je alleen toegewezen door. Jullie zitten gewoon kaart liggen hier ook. Dat maakt mij niet uit. Mag je even tegen de bus gaan staan, alsjeblieft? Even arrestantenvervoer laten komen. Ja, ga ik u vieren. Heeft u scherpe voorwerpen bij waar ik op mijn collega's ga kunnen blesseren? Dat. Bro, zet uit. 4101 aan de 4104. Geen vrucht. Gezellig muziekje, hoor ik. Ja, zeker, zeker. Zeker. Jij bent nog vergeten wat er 2 uur geleden was gebeurd. Oef. 2 uur geleden? Ja, met je rang, of niet? Ah, ja, dat ik die moet je... Ja, nou, dan zou ik dat in ieder geval in je achterhoofd krijgen. Mag je nu met je arrestantenvervoerauto naar Vispaleis Abdoe komen en dan incident 9, ja? Zie ik je zo. Ja, tot zo. Oké. Okay. Dan, meneer, doet u daar vrijwillige afstand van? Nee. Nee, doet u niet, wordt het gewoon in beslag genomen, zo simpel. Ja, maar dit heb ik zelf verdiend. Ja, ja. Ik had hem ook nog bij gebruikshoeveelheid, hoe heet het, aangetroffen, verdiend. En wiet. Mm. Dus de opiumwet laten we dan even zitten, maar... Dat 0-1 met de staanhouding. Positief, ook tevens 1 keer AT. Als het goed is, de... 04 aanrijdend, u hoeft geen melding aan te maken. Nou, maar 04 aanrijdend, eenmaal AT. Help je eens uit. Mag jij even gaan zitten totdat het vervoer te plaats is? Ja, oké. Okay. Oh, niet daarin. 01 aan OPSO. Ja, 4101 thuis het bericht. Ja, ik zou graag nog wel een logistiekje voor het voertuig hierheen willen. Het is een voertuig, betreft een zwarte Volkswagen Golf met het kenteken Zulu Tango 400 Echo. Is gestolen, werkt nog en is rolbaar over. Ja, vernomen. De logistiek komt fictief voor u over. Die is binnen 6 minuten te plaatsen. Opjes uit. Ik liep trouwens in Amsterdam mee, die. Later. Die logistiek van de Wouter, die sleepwagen. Knalde toch voorbij, joh, in zo'n Amsterdamse straat. Ja. Iedereen, hij reed echt met 100 gewoon, hè. In zo'n Amsterdamse kutstraat. Zo. Nou, dat is niet waar. Hij reed op die weg van de Dam. Oh, daar. Ja, ik ben DSI in Duitsland tegengekomen. Die echt met loeiende sirene voorbij reden. Yes, yes. Yes, yes. Dat zijn ze. Oh, mijn god. Ja. Nee, was ik niet. TikTok kijken, Cooper. Nee. Nee. Het is gewoon Instagram. Instagram. Ik heb mijn geluid al uitgezet, oké. Okay. Laat maar. Oh, ik hoor dat echt overal. Zelfs op mijn fucking vakantie. 04 onderweg. Mogen wij een kleine sit-upje van het incident? Eenmaal AT voor een voor het rijden in een gestolen voertuig. Persoon is vrij rustig, zit nu bij ons in de auto. Staan ter hoogte van het Vispaleis en ik zie u straks fijn over. Ja, dat is begrepen. Jonge. Wat is met jouw naam? Toppie. Oké, de chef. Meneer, mag meelopen, kom. Nee. Nee. Zit je wel lekker? Nou, dan gaan we u helpen. Oké. Dank u wel. Kom. Hey. Dag, meneer. Ja, dag. Is hij nou gefouilleerd of niet, Jannik? Ja, hij is gefouilleerd. Stap maar in. Hebben we een ID of zoiets? Wat is ID? Jannik? Ik heb nog niet gevonden. Nog niet gevonden. Ik heb wel een rijbewijs, dat is trouwens een ID. Ja, geef maar. Alsjeblieft. Dank u wel. Dan gaan wij hem vervoeren. Jannik, pak jij zijn auto bij het vispelen? Nee, meneer, heb je rechten al gekregen door mijn collega?
Oh. Ja, ik ga trouwens fictief mee hoor. Zet me maar af bij een vispaleis. Ja, we zitten nog een stand te vervoeren met de ridder. Oh. Ja. Dus ik ga het gewoon mee. Jonge. Anders kan Jannik hem misschien verwijderen met biertjes en span ik wel een nieuwe. Nee! Ik wil die. Ik rij wel naar het politiebureau. Jo. Dankjewel. Dan rijden we met de stoet even. Stop. Nou, maar eens bij. Ja, dan moet je wel licht aan doen. Oh, ja. Hoe vaak moet jij een zin in een chat zeggen? Dus meneer, je weet ook waar je bent voor aangehouden bent. Waarvoor je bent aangehouden, ja. Nee. 90 minuten, nou, dan ga ik het even opnoemen. Rijden in een gestolen voertuig. Ja, dat mag niet. Nou, dat mag zeker niet. Waar ga je heen, heb je... Ja, ik dacht, ik had toestemming, maar... Top, je hebt je rechten maar voorgelezen, kreeg ik door mijn collega, neem ik aan. Ook niet? Ja. Ja, toch wel? Top. Nee. Nee, toch niet? Weet, nou, ja, moet wel. Moet ik ze vertellen? Nee, dat hoeft niet. Nou, top. Je mag er ook gewoon links, hè, Jay, dat weet je. Nee. Dat nou, toch ze... ga ik het al vertellen. We doen dat toch ook. Je mag gewoon gebruik maken voor je vrijstelling, dus je, dat mag gewoon door je... Ik heb nog nooit zo hard mijn rem ingedrukt. Dus meneer, ik kan nog even je rechten voorlezen. U heeft recht. Oh, niet alweer, dat hoef ik niet te weten, meneer. Ja, pech, toch wel? Nee. Je hebt recht. Dus je bent aangehouden voor. Oh, la. Jonny, hoe rij jij, man? Jezus. Dan niet. Dan moet je ook niet klagen bij de hulpofficier van justitie dat we je rechten net voorlezen. Oké. Is dit de hele spangril aan? Jannik is zo mijn auto, hè? Hij rijdt wel lekker. Als je even je DM kijkt. Jannik dan. Ja. Ja, gezien. Toch. We zijn nog steeds permissional place prevents you from entering. Dat klopt, ja, want dat je moet eerst in de groep zitten. Je moet eerst echt officieel lid zijn, wil je mee kunnen doen. Hey, yes, je bent nog live. Oei. Ja, maar stel was ik niet live, had je het nog steeds niet mogen doen. Hallo livestream mensjes. Ja, welkom. En zo. Ja. Hey, Jordan zit zelf in de chat. Ja. Oh, ik zit bij Jay in de auto. Met zijn toeter op zijn fiets. Toeter! Wacht, wie? Wie was dat? Ja, laten we maar geen namen noemen, maar hij weet wel wie we bedoelen. Politieagent. Ja, wat was die allemaal wel niet? Zo. Hield hij niet van sneltreinen? Nou, dat ook. Dat weet ik. Ik sta op het politiebureau. Ja. Nu al? Zet je de snelweg af. Op die mooie suggestie, maak mijn fiets na. Oh nee. Ja, maak mijn fiets zitten. Kijk, ik kan glijden. Zag je dat? Dan gaan wij weer OPS denken. Ja. Doei. Ajo. Nou, Jannik, je weet wat je moet doen. Eventjes dat promotie. Koop onze merch. Abonneren. Like. Je kan ook doneren. Vraag op Discord een tikkie aan mij aan. Dat gaat regelrecht de pot in. Oftewel mijn rekening. Mijn portemonnee. Ja. iedereen een hele fijne middag. En dan later. Later.